Nou, verkiezingen is altijd het feest van de democratie. En nu dit jaar ook eindelijk voor Peter Waalboer. Want jij hebt ook nu vandaag voor het eerst echt kunnen stemmen, nietwaar Peter? Jazeker, ik heb net voor het eerst van mijn leven zelfstandig een stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor het referendum. Dus ja, het is inderdaad een feestje. En hoe ging dat? Nou, het was allemaal erg wennen. Ik vond het ook best wel spannend. Maar we zijn ontzettend netjes geholpen door een meneer van het stembureau die het stembiljet in een speciale mal heeft gelegd. En door die mal konden wij voelen waar de gaatjes zaten van de stemmal. En daaronder zitten dan de vakjes van het stembiljet. En daardoor heb ik dus nu zelf het juiste vakje kunnen vinden en daar mijn potlood in kunnen zetten. En heb ik het juiste partij en de juiste persoon kunnen kiezen. En ook voor het referendum, hoe ging dat? Was dat moeilijk of om te vinden wat je nou waar moest doen? Nee, die was nog veel makkelijker. Daar zaten maar twee gaatjes in. En daar stond een grote voelbare V van voor en een grote voelbare T van tegen. Dus dat was niet te missen. Kirsten Veldhoen, jij bent helemaal vanuit Oegstgeest naar Leiden gekomen om hier te stemmen. Waarom? Nou, ik door mijn inzet als vrijwilliger op het verenigingsbureau van de Oogvereniging ben ik betrokken geraakt bij het project met de stemmal. En daardoor was ik zo ontzettend nieuwsgierig geraakt om hem zelf ook een keer te gebruiken en te luisteren wat de soundbox allemaal kon vertellen en wat voor instructie die gaf. Dat ik dat toch echt wel heel graag zelf wilde proberen. Dus daarom wilde ik echt graag, plus dat ik ook al de 18 jaar dat ik zelf al stemrecht heb, inderdaad ook nog nooit zelfstandig mijn stem heb kunnen uitbrengen, wilde ik dat gewoon heel graag proberen. Want hoe ging dat dan bij eerdere verkiezingen? Hoe pakte je dat dan aan? Dan nam ik altijd mijn vader mee. En dan moesten we vragen aan de mensen aan de stembureauleden of het goed was dat mijn vader mij hielp. En dat was eigenlijk altijd goed, gelukkig. En later, toen ik in Oegstgeest ging wonen, heb ik het vaak ook aan de stembureauleden zelf gevraagd of ze mij wilden helpen. En dat was eigenlijk ook altijd goed. Dus er was niet echt een probleem. Maar je hebt toch het gevoel inderdaad dat iemand je per se moet helpen. En het is toch ook wel eens een keer leuk om het helemaal zelf te doen. Dus echt een feestje voor de democratie vandaag? Nou ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, en het is gewoon ook goed inderdaad voor het gevoel van zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking als ze dit ook zelf kunnen.